Lennart Hens, een nieuw seizoen is in aantocht. Een seizoen hopelijk zonder te veel coronaproblemen. Hoe heb jij het voorbije jaar beleefd? Een heel speciaal jaar eigenlijk. Hè. Een jaar dat denk ik niemand van ons al ooit heeft meegemaakt. Wij ook niet en wij zijn veel ouder. Voilà, inderdaad. En ik zei tegen heel veel mensen, het speciaal niet dat ze zomaar een jaar uit je carrière wegnemen. Je bent van jongs af aan dagelijks bezig. Allee, ik persoonlijk van mijn 4-5 jaar, dag in dag uit bezig met de voetbal, jaar na jaar. En dan opeens nemen ze uiteindelijk zo een jaar weg uit uw carrière, waar je zelf niks aan kunt doen. Maar het jaar is wel weg en dat is wel heel speciaal en ook heel moeilijk. Hè? Niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. Ja, het is toch niet zo dat jullie een gans jaar in bed hebben gelegen en niks gedaan. De coach zei, via sociale media hebben wij instructies gegeven, hebben wij trainingen ingepland die jullie dan individueel moesten doen. Dat is ook niet makkelijk, veronderstel ik. Dat is niet makkelijk en inderdaad ook is dat mentaal heel zwaar om dat vol te houden, omdat dat zijn niet de leukste trainingen. Dat is veel loopwerk, waar het initiatief van jezelf moet komen. En we hebben inderdaad een programma meegekregen en ik moet zeggen, vanuit de trainerstaf en vanuit de club werd dat allemaal heel kort opgevolgd. Dus uiteindelijk hebben wij wel ons best gedaan om iets of wat toch in vorm te blijven, om ons fysiek niet te diep te laten wegzakken. Ja, het plezantste is natuurlijk trainen met de bal. Heb je dat kunnen doen individueel? Met maten, hè. Dus je mocht al niet in groep trainen. Dus dat werd ook al moeilijk om met zeg maar, kameraden uit de buurt of zo te gaan trainen. Vanaf dat terug wel mogelijk werd, heb ik dat zeker wel gedaan. Maar het was moeilijk, hè, omdat bij ons persoonlijk in Mechelen keken ze er heel streng op toe. Dus dat was, het was vooral individueel eigenlijk bezig zijn. Ja, men spreekt nu van het Rijk der Vrijheid. Corona zou op zijn einde lopen, laat ons hopen. Laat eens vooruitkijken naar het volgende seizoen nu, het seizoen dat in aantocht is. 11 september is de datum van de eerste competitiewedstrijd. Hoe is voor jou de voorbereiding tot nu toe verlopen? Jij hebt ook een kwetsuur opgelopen. Ja, inderdaad. Dus de voorbereiding, moeizaam is een groot woord, maar inderdaad, ik heb tegen de match van Oudenaarde heb ik mijn knie verdraaid in een duel. Waardoor het is niet super erg, maar een knie is altijd iets fragiel. Wat je vaak moet tellen in weken en niet in dagen. Dus ik zeg het, ik ben nu een week oud. Ik hoop dat de diagnose niet te ernstig is. Ik heb vandaag een MRI laten doen. Dus maandag, dinsdag weten we daar meer van. En ik hoop heel snel terug aan te sluiten bij de groep. Ja. Als we zien wat we tot nu toe hebben gezien, 8-1 hier tegen Kontich, 7-1 vanavond, er zit wel muziek in het elftal, hè? Er zit zeker muziek in en ik moet zeggen, de week nu dat ik niet mee op het veld stond, heb ik heel veel de ploeg zien trainen. En ik heb het meermaals gezegd deze week, dat er echt kwaliteit is en dat het niveau eigenlijk op training ook heel hoog ligt. En dat belooft, natuurlijk, als de training na toch nog maar een aantal trainingsweken het niveau toch al redelijk hoog ligt, dan belooft dat. En er wordt heel hard gewerkt om dat niveau elke week terug naar boven te halen. Ja, de trainer gaf als ambitie, wij willen alleszins in de 4-5 eerste spelen. Denkt de spelersgroep daar ook zo over? Ik ben daar altijd heel bescheiden in, omdat het seizoen is altijd een verhaal. En een verhaal kan alle kanten uitdraaien. Dus ik ben daar altijd heel voorzichtig in mee op voorhand uitspraken te doen. Zijn we ambitieus? Ja, zeker. We zijn ieder van ons, zowel de jonge gasten als de al ervaren spelers, zijn allemaal nog heel ambitieus om naar boven te kijken vooral. Dus ik zeg het, we gaan daar week na week voor werken om te winnen en mee te draaien aan de kop. Maar uitspraken van top zoveel of kampioenschap, daar ga ik zeker nu nog niet doen. Nuchter en realistisch zoals altijd. Wel bedankt, veel succes. Goede revalidatie en dat we jou terug op een plein mogen zien zo snel mogelijk. Bedankt, Lennart Hens. Kom in orde, dankjewel. Merci. Merci.